Bowie? Ja? Ik vond het heel leuk dat je zei dat je je schoonmoeder ging uitnodigen, maar... Dat... Je schoon... Oh, oké. Ja, dat zo'n sterk monster was, had ik niet verwacht, Robby. Je weet het monster gaan vermoorden. Ja, het heeft jou gemaakt, hè? Hè? Je zegt, ik heb mijn schoonmoeder uitgenodigd. Nou, dat intro. Is dan... Het wordt te veel. Okay, people, let's go to work. Nee, het is mijn schoonmoeder, dus het heeft jou gemaakt. Dus dit lijkt op jou. Je zegt net, echt waar, kijk de video maar terug. Nee, kan het niet meer. Ik heb mijn schoonmoeder uitgenodigd. Dan is dat niet mijn moeder. Ja. Doei! Dit is een baas, jongens, en die gaan we nu gewoon even killen. Darkwing. En Jill, ga jij maar eerst. Oké. Holy shit, hoe kunnen we dit ooit verslaan? Ik moet wel even dichtbij gaan staan. Oh! Oh! Holy shit. So damn! Oh my god! Vermoord hem! Hij is voor de helft levend. Hij heeft nog 34%. Ja! Ja! Hij is dood. Filmpje! Clipje! Wat doet hij? Oh. They told me guard this place until the shield is up. You fought well, but I did it. And soon the demon god Loke will resurrect me. You haven't won at all. Oh shit. Ik denk dat we die nog wat vaker gaan zien. Hé, hey, maar ik heb het gevoel dat niet onze enige... Wat doet hij met Enchantman? Wacht even, wat doet die Enchantman? Kan je daarmee praten of zo? Nee, hij loopt soms gewoon achterna. Volgens mij kunnen we daarmee weer terug teleporteren trouwens. Ja. Ja. Ja, teleportal. Oké. Teleportal. Bijna eentje. Teleport. Oh my god, dat was serieus best wel een aparte baas, joh. Maar easy. Met z'n drieën. Ja, dat lukt wel, maar... Waar. Alleen eng, hij spoort me. Als dit de eerste baas was in de game, hoe groot wordt dan de tweede baas? Oh shit. Ik heb het gevoel dat we ooit nog tegen een hele grote draak gaan vechten in deze game. Ik hoop het, want dat is juist vet. Dat zeker weten. Nou, we zijn er weer. Oké, waar moeten we heen? Nou, hier dingen completen. Oh ja. Gregor staat ook, Outrider, die we hadden natuurlijk een quest. Hé hey, jongens, jullie, we zijn even een beetje, hadden we doorgequest. En we zijn aan het levelen voor level 10. En als we level 10 zijn, dan gaan jullie dat zeker zien. Want dan gaan we nou wat vets doen. Weet je wat we dan gaan doen? Alles. Nou, dan kunnen we verder. Ja, dat is waar. Ja, dan kunnen we vliegen. Verder. Dan kunnen we gewoon vliegen. Want je moet level 10 zijn. Minimaal. En... Om een paard. Huh? Of niet? Ja, maar dat komt nog wel. Daar heb ik het niet over. Of had je het over iets anders? Nee, ik had het over... We moeten overvliegen met de... Oké. I get it. Nou, ik heb mijn quest nog niet... hij heeft het nog niet geaccepteerd of zo, want... The final report speak to Adria. Fuck is Adria? Oh, dan moeten we weer terug naar die base. Nou, ik ga teleporten als je niet erg vindt, hoor. Waar kan je teleporteren? We hebben toch nog de... Dat, ja, maar dat hebben we zonder om te gebruiken. Klein stukje. Klein ga je hem gebruiken? We hebben nog maar één over. Ik zou hem in ieder geval gebruiken, hoor. Denk je niet? Gewoon een één rechte lijn. Kom, jongens, lopen gezellig samen. Ja, maar ik heb gisteren al de avondvierdaagse gelopen. Echt? Ja, Roy, ja. Nou, mensen, wij gaan de quest inleveren. Ik ga knippen, dus jullie komen dadelijk gelijk. Zien jullie, zeg maar, hoe ik, Angel en Roy, hoe wij verder komen in het spel. Dus dat wordt, dat gaat goed komen. Let op! Hallo, Roy. Hallo. Met je mooie luieren. Robby die moest een luier om. Ja, stinky. We moesten elke keer stoppen om naar de wc te gaan, dus we hebben Robby maar gewoon een luier om laten doen. Ik kan trouwens nieuwe armor aan. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga die nieuwe armor aan doen. Ja, heb je alweer nieuwe armor? Ja, en nieuwe zwaarden. Okay. En in mijn oor heb ik ringen nu, extra. Die had ik al aan, joh. En dan heb ik een nieuw pakje. Nou, je ziet er geen verschil, want ik heb... Oh my god, oorbellen? Ja. No way. Tuurlijk. Ja, je moet toch al hier een ring. Moet ik ook aandoen, een ring? Kijk, dan word je allemaal sterker, hè? Ja. Oh ja. Wel leuk. Apart, hè?
Heb je er zo aan nu, Robby? Even kijken. Ja. Even kijken. Ik zie niks in je oren, hoor. Nee, ik ook niet. Maar ik zie ook niks in jouw oren. Nee, maar die handen eroverheen zijn gewoon denkbeeldig. Nou ja, bij Wo zag je het meestal altijd al, hoor. Ja. Oké, waarom kunnen we hier niet over springen, jongens? Best wel een beetje jammer dit. Ik zit vast. Lol. Zag je dat? Rieren, dat mag niet. Mag ik kijken of je die plantjes vindt onderweg? Dan kan je even kijken of je dat kan doen. Dat wil ik niet. Nou ja, dat is goed als je daar... Dan kan je een job kiezen waar je graag in verbeteren, Robby. Kaart gevallen. Faceplant. Echt, hè? Boem, de grond. Jongens, het moment is aangebroken dat we eindelijk kunnen gaan vliegen naar een vernieuwde land. En ik ben echt benieuwd. Want we hebben best wel een tijd gezeten hier. Toch wel bijna 2, 3, 4 uur zelfs. Op dit landstuk. En als je zo uitzoomt, dan zie je dat we echt in de middel van fucking nowhere zitten. We zitten echt helemaal midden. Zeg even toe tot een mooie boom. Oké, we gaan met hem praten. Oh, is zo mooi. Inmiddels zijn we al over level 10. Nou, we zijn level 10 gewoon. En we gaan vliegen. Ja, daar gaan we. Okay. Oh, we moeten ook praten met iemand, geloof ik, of niet? Oh, met die vrouw, ja, ik dacht al gewoon. Dus, Ride off to sunset. Thanks. Ik denk dat er nu al een filmpje komt. Ja, oh. Wat gaat er gebeuren? Oh, we vliegen. Wow, wacht. Gio, ik zie wacht je. Op mij. Gio, je gaat weg. Hoe heb je dat gedaan nou? Praten met die vrouw. Ja, dat deed ik. Dan moet je de locatie kiezen. Ik ga. Ik ook. 10. Wow. Oh, ik zit dat achter je. Dat kost aardig wat, hoor. Het kost wel wat. Waarom niet gratis? Voor deze keer? Oh, kijk hoe vet het eruit ziet, joh. Oh, jongens, dit is echt fucking ziek. Robby, ik zit voor je. Raakt hij dan serieus de bladeren? Dan zie je de bladeren zelfs ervan afkomen van de boom. Serieus? Wow, ja, echt waar. Oh, we zijn van het eiland af. Oh, dat schip, kijk nou. En dat beestje is er nog steeds, hè? Ja, echt, hè? We hebben een vuurvliegje bij ons. Maar je kan ook inzoomen met scroll. Wauw, jongens. Kijk dit. Echt, oh Robby, word je emotioneel? Ja. Oh. Ik word echt prachtig dit. Oh. Vliegen echt gewoon een rondje over dat eiland heen. Echt hè, verschrikkelijk mooi gedaan jongens. Wat een grafisch, een toppertje. Je gaat gewoon echt een extra rondje, ja. Dus laten we gewoon even nog die game even zien van, kijk dit. Kijk, let op die bladeren, want... Wow, wat is dat? Een van de ring in de lucht? Kokring. Oh, je vliegt er doorheen. Oh ja. Ik zie het dadelijk pas, denk ik. Moet je het even vesten? Ja, spoiler alert. Wat? Nee. Ik zeg dan, Oh, wat? Laat de kijkers niet even wachten op een moment, Gio. Oké, ik zeg niks. Oh, bladeren, ja. Oh, wauw. Dit is vet, joh. Wow, waar gaan we nou heen? Oh, shit. Oh, dat is wel een beetje eng. Oh, wauw. Holy fuck. Spacend! Hypnose. Wow. Maar dit duurt lang voor mij. Ja, laat hè. Oh, kijk dan mijn honden. Ik denk dat mensen wat ik heb zien helemaal trillen. Ja, die hebben te trillen, joh. Dan een printscreen. Oh, ik ben eruit. Ja, ik ook. Ik nog niet. Oh. Wauw. Oh ja. Oh. Oh, wauw. Zo, jongens. Oh, man. Damn, mooi. Oké, nu snappen we de 50 gig. Oh. Echt, my god, jongens. Oh, het mooie is nog dat we daar naar binnen gaan. Nee, dan vlieg je iemand voor me. Serieus, nog nooit gezien in een game. Zo. Hé, hey, Vincent. Oh, je zit in me. Oh, je zit... Huh? Zitten alle drie... Oh, ik zie jullie echt... Vlieg voor je. We spannen het weg, ja. Oh, we gaan heen, joh. Ja, we gaan daar naar binnen, denk ik. Ja, ik zie daar nog een... Ik moet even alles een beetje... Oh, dit is Velika Outskirt. In die stad? Wauw. Oh, we gaan die stad binnen. Jezus. Wow, dit is huge, joh. Oh, damn, joh. Heb je ooit dit wel eens gezien, jongens, in de game? Nee, niet zo mooi. Echt, hè? Nee, echt niet. Wauw. Jongens, het wordt gewaard. Ga die game spelen. Oh, ik ga hem downloaden. Verplicht. Oké. Dan moeten we binnen praten met iemand. Hey, ik denk dat we met iemand moeten praten. We zijn anders in een gaan nieuwe we stad. Even ik zit even nog te genieten van die crafting. Wauw jongens, ik zou dat rietje eigenlijk nog een keer maar dat poppetjes laden niet zo heel snel bij mij. What's the matter? Okay. Nou, bij mij ook niet. I understand. Oké, er staat gelijk een dame. Lexia. Hello. En Lexia is een hele lieve vrouw, want die stuurt ons namelijk door. Waar kan ik u mee helpen? We gaan er naar een quest. Oh jongens, ik denk ik ga even achter die balie staan. Stormwide, jongen. Kijk dat detail, jongen. Al die vlaggen en zo.
Maar, waar staat de quest hier trouwens? Oh, die hier, aan de zijkant. Trootwas. Wacht even op Roby. Taak is die er weg kwijt. En we krijgen gelijk een nieuw kleed krijgen we. En we krijgen Joining the Rankings. Wauw, wat voor kleed hebben we gekregen? Of we kunnen nu dat andere wapen gebruiken of niet? Of zou... Oh nee, nog level 10, laat maar. Hebben we een nieuw kleed gekregen? Over Lancer Berserker. Oké, we kunnen dat nog niet gebruiken. Moet je level 11 voor zijn of wat? Oh ja, klopt, ik zie het. Oké, ik wil wel mijn kleding, ik wil wel dingetjes verkopen daar. Dus als we ergens wat kunnen verkopen, wil ik het graag doen. Oh, ik kom even kijken. Ja, sorry, ik was even aan kijken. Ik ben de trap opgelopen alvast. Damn, kijk naar boven. Oh. Ah, dat is bizar joh. En geen lek ook, gewoon, het loopt gewoon vloeiend. Wauw. Bizar dit spel, jongens. Dat ik dit niet wist dat dit er al uit was, joh. Hallo meneer Buffer. Zo, die heeft mooie armor. Ja, even serieus. Echt? Gaan jullie niks... Nee, what the fuck? Zeggen? Kijk hier, zie je... Kom eens naar mij toe. Ja? Hier staat een bord. Ja, dat mag toch? Oh! Chris Harden Squad and Day Sign is gay. Is gay. Oh, dan moet je erbij staan. Wacht. Nee. Wauw. Sorry. Is dat niet? Ik leer me even aan. Oh! Kijk nou! Die zit op een dinootje. Ja? Zag je hem niet? Oh. Nee, laat dan al de vrijheid. Wow, dit is die poppetjes laden bij mij heel langzaam. Oh, bij mij niet. Ja, bij mij wel. Wauw. Nou, jullie hebben geluk, mensen die er kijken. Quest completed. Oh, waar moet je... Oh, jee, is aan de veel? Ja, joh. Ik denk dat dit een officiële bank is of zo. Kun je wat op de bank kleuren? Oh, ja. Een plek waar iedereen... Hoi. Je staat meer borden. Weet je wat je op de bank kan gooien? Wat? Geld. Echt waar? Voor jou? Kan dat bij een bank? Inventory trick. Heb ik wel bijgekregen. Ook heb een inventory ding erbij gekregen. Op C, de letter C kan ik nu wel plaatsen, joh. Denk ik. Of... Ik zie jullie gewoon niet meer. Oh, ik kan mijn spullen krijgen. Kom, Dickie, we moeten ooit elkaar niet verliezen. Wat is expand? Vergroot je je inventaris. Dat kost 15 zilver. Hoeveel heb ik? 57. Ik heb 69. Nee, 58. Ik denk dat ik hem wel doe, hoor. Ik doe gewoon yes. Oh, dat duurt even. Bij mij is hij nog niet eens half vol, mijn inventory. Ik wil hem proberen, maar hij doet het niet. Heb jij hem betaald? Nou, bij mij is hij niet betaald. Bij mij nu wel. Ja, ik heb hem. Zo, ik heb veel meer plek nu. Beter, want ja, hoe hoger level je komt, hoe meer je kwijt moet kunnen natuurlijk. Oké. Okay. Waar moeten we heen? Kijk dan. Medio sign of the day. Madi sign. Leuk, hè? Look at the sky, staat hier. Pink bird kinders. Oké. Okay. De wijze woorden. Zullen we die quest inleveren bij het vraagteken? Of gaan we naar de... Waar kunnen we heen? Ik had hem al ingeleverd net. Oh ja, ja. Oké, dan moeten we naar het vraagteken. Dat zit hier. Oh, dan moet ik wel. Dat heet joining... kijk, waar staat die? Oh, hier zo. Uriel. Moet hij hier naar binnen? Dat vind je zo. I heard that name, haven't I? Oh yes, you're one of the recruits who helped out the island. So specular that island. Forgive me, I'm losing track of myself. Please go in. We moeten naar Commander Sire. Kun je naar binnen? En er staat gelijk een message met vrouwelijke borsten. Monkey business, Roy. Wat zijn die dingen dan aan de zijkant? Monkey business. Wat dan? Ja, hier. Ja, bij die borsten. Monkey business. Ja, weet ik niet. Oh, monkey business. Oh! Kijk nou, een api. Oh, dat is iets voor mij. Waarom zeg je dat woord dan niet, Roy? Wat een shatty. Monkey. Wat een shat, zegt er altijd. Oh, jezus. Is dit zijn slaapkamer? Oh nee. For the Federation. Zo, hij ziet er wel echt king ass uit, zeg maar. De honor is mine. Badass, jongen. Oh, filmpje. Angelica, City of Wheels. Capital of the Valkian Federation and bastion of civilization on the continent of our room. We've gathered here, human, high elf, Aman, Baraka, Kastanik, Popori, and Ellen, to withstand a menace we could not face. Zijn wij niet Popori? Nee. Ja. Zo. Across the sea, on the continent of Shara, our armies are fighting the Argon threat to a standstill. In game ziet het wat mooier uit, hoor, dan for dit. Now.
Hallo. But the Argonauts aren't the only danger. Then they play it by a long shot. With our army on the Argon front, monsters on our frontiers have become bolder. They've plundered entire holy shit. Monsters worden kaal. Wow, jongens. Nee, niet zo. Nee, niet normaal. Walter White komt. Shit. Escape. Daar je nou, je bent een hier de camper al staan op de achtergrond. Kale hond. Ja, je kan, jij bent een kale poes. Kleine poes. Wauw. Nou. Oké, okay, hij wil dus jou gebruiken om die kale man op te sporen die uit die nichtbunker. Nou ja, nee, eigenlijk moet ik dus gewoon hij Walter White gaan zoeken. Speak with Commander Sam, moet je weer met hem praten? Eén filmpje weer, hè? Wat is het? Oh, weer een filmpje. Toch. Everyone is asking me about what you did. Zo, lekker zink. Echt, hè? Wie is een Japans spel? Oh, ik ben over. Ik ken die hond, ja. Hm? Oh, ik hou vast. Oh. Ik ken die hond. Oh. Oh, jij gaat hij me ridderen? Of maakt hij hem ook kaal? Wat gaat hij doen? Nee, hij gaat je kaal scheren. Dat is niet erg, hoor. Now get out of here. Your headquarters will start to smell like pigling. Ik denk dat de video wel veel views scoort als we zeggen als titel Roy krijgt een kale poes. Ik ga hem zo niet. Ik ga hem alweer vast. Wat? Ik ben... Oh, wacht. Oh, joining the ranks. Serieus, ben ik nog niet joining the ranks? Oh, 16.500 XP. Oh. Level 11. Hey, we kunnen dat nieuwe wapen pakken, hè? Oh, jezus. Ja, maar je krijgt ook wat nieuws van hem, hè? Jezus. Ik ga even kijken, wat hebben we? 16.000, jongen. Zo. Kijk, ik heb een nieuw pakje aan. Heb jij een nieuw pakje? Ja, kijk. Oh, ik heb hem ook aan. Kijk hoe lief. Nee, alleen bij mij staat hier, Rodi. Oh. Hey, ik heb een supply crate. Ik ga hem uitpakken. Kijk. Zie je cadeautje. Dat ook? Zie je dat? Ik heb echt een vet mooie boog. Zag je dat? Kan ik een cadeautje openen? Oh ja, die heb ik ook. Ik heb er nog één. Oh, ik krijg gelijk weer een nieuwe erbij. Ja, ik ook. Oh, ja, ik heb gelijk twee. Openen. Cooldown 1 sec. Nou, bij mij doet hij niet meer. Wat is dat nieuw. Nieuws waard? Ik zie je hier... sterk, jongen. 79 damage volgens mij. Waar zie jij nieuws waard? Ja, dat was dat zwaard dat we al gekregen hadden, maar nog niet konden doen, die level 11 was. Ja, 79. Kijk nou, jezus, kijk hoe mooi. Kijk hoe pimp we zijn, joh. Oké, ik ga interact met Douglas. Dat heb ik net gedaan. Met Douglas. Makes life beautiful. Er zijn nog twee quests te openen. Ja, die zijn hier ergens heen. Ik loop je achterna met Roy. Hey, anders loop je mij achterna met Roy. Ik vind het wel een hele vette episode trouwens. Echt, hè? Ja. Ik kan zeggen wat je wil, maar het is echt heel vet. Ik denk dat we hem hier ook maar gewoon gaan afsluiten, vind je? Dat lijkt me een strak plan. Want dan gaan we volgende keer gewoon verder met deze game. Ja. Ja, mensen, in deze aflevering zagen jullie dus dat we naar een nieuwe omgeving gingen, een nieuwe stad. We hebben nieuwe questen, we zijn gekroond als kale hond. En ja, het Roy als kale poes. Roy als kale poes. Poesie. Ja, kan we weer zitten met die papbuik van je. Oh. Hallo. Ze zitten ook niet op de grond, hè? Kijk maar. Oh nee. Als je gaat... Oh, ik zie je. Hallo. Wie is dat? Ja! En Roy, hoe is het met jou vandaag? Ja, ik weet niet. Ik voel me erg... opgelaten. Kijk dan. Oh, ik dacht heel... Ik voel me een beetje opgelaten. Kijk dan. Ik ga ook. Tot de volgende aflevering. Doei doei. Doei doei. Tot doei. Wat een gezwel op je. Wat laat blijf ze zitten. Dat is echt een mooi eindshirtje dit. Dit is prachtig. Oké.